Je bent niet een ik. Het kan niet zijn, dat kan niet het alleen maar zijn. Je bent ook een ik. Ja, je hebt ook een persoonlijkheid. Maar die ontstaat uit het leven zelf. Jouw persoonlijkheid is niet de ground of being. Het absolute niks is de ground of being. En dus het absolute alles is de ground of being. De vorm sterft. Maar wat jij bent niet. Die komt weer opnieuw en opnieuw en opnieuw in existence. In een steeds geavanceerdere vorm. Omdat het leert van zijn fouten. En er komt steeds een geavanceerder apparaat in existence dat zichzelf kan kennen. Als dat pure absolute bewustzijn wat een ongelimiteerd potentieel met zich meedraagt. En kijk terug naar de evolutie. We zijn met vallen en opstaan zijn we geëvolueerd naar een Homo sapiens. Dat zich nu eindelijk na 14 miljard jaar evolutie bewust kan worden van zichzelf. En daar stopt het niet. Het gaat door. Het is oneindig zoals het universum oneindig is. We staan op het punt om massaal die deur te openen op het stationnetje van Harry Potter. En te ontdekken dat we veel meer zijn dan dreuzels. En dat we massaal naar Zwijnstein gaan om beetje bij beetje die divine nature dat we allemaal hebben te ontwaken en te vergroten en te leren. En allemaal op onze individuele wijze het universele wijsheid in deze dimensie brengen. Want we zijn allemaal uniek. We zijn allemaal een unieke expressie van het al. En we gaan allemaal onze divine superpowers ontdekken. Die niet beter zijn dan iets anders. Maar het is een complete andere manier van zijn. En we zijn niet opgegroeid, Guus, als een zielenkind van de bron. Nee, maar dat is oké. Want dat had niet anders gekund. Maar nu beginnen we steeds meer te beseffen dat we een keuze hebben. En die keuze is het overgeven, het loslaten, het vertrouwen. De bereidheid om voorbij jouw eigen wil en je eigen voorkeur en je eigen afkeur te gaan. Maar je over te geven aan de wil van het leven zelf. En dat is eigenlijk jouw wil. En dan voel je het in je lichaam. Ik voel nu een alive. Zo alive. En dan maakt het geen droom meer uit hoeveel mensen er kijken of hoe het overkomt of iets. Betekent dat dan voor altijd nog zo is? Nee, want gedurende de dag komt er ook weer een ander bewustzijn. Maar dat is oké, want zo ontwaakt het. Dit heb ik altijd al geweten. Niet in een arrogante manier, maar iets van mij wist dit altijd al. Voelde dit altijd al. We durfden het niet te voelen, omdat er zoveel delen zijn die zich continu zo klein voelen en zo bang voelen. En niet weten hoe ze zich moeten verhouden met dit, wat zo groot is. Want het is het leven zelf. En het leven zelf is een orkaan van ongelimiteerd potentieel. Wat een vorm zoekt om in deze dimensie te komen. En dus als een vorm gevonden wordt en die vorm is bereid
dan transformeert het naar een steeds effectiever instrument om een belichaming te zijn van dat. En in dat proces zit jij. En wij allemaal. Deze hele mensheid. En de een heeft het door. En de ander niet. En het is allemaal oké.